Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag zaterdag 4 mei, dodenherdenkingsdag. Ja, helemaal niet leuk, helemaal niet fijn. Ik ga vanavond wel weer stil zijn om die tijd. De vlag die komt ook als het ander weer kan, dat ik het voor elkaar krijg, halfstok te hangen. Dus ja, maar ik ga vanmiddag ook naar Meri toe. Dus ja, ik probeer daar een taxi voor te nemen, want het nou schijnt de zon, maar we hebben iedere keer regen, hagel en het stormt ook nog eens een keer. Dus ja, of ik hem dan tussen de lijntjes kan houden, ik ken heel wat, maar we gaan nu van de pijn nog steeds, ja, waar ik gisteren nacht last van kreeg. Dus ja, maar in ieder geval, ik wens jullie van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En ja, ik zei ook, ik ga naar Meri toe. Dus deze camera gaat mee. Woepie! Ja, ja. Ik zou zeggen, tot strakjes. Doei, doei, doei. En goedemiddag, lieve vrienden. Ja, ik ben vanmiddag bij Meri geweest. Ik kwam niet aan het vloggen toe. Daar er nog iemand op visite was. En die hield er niet van. Ja, kan ook nog gebeuren vanzelf. Dus ja, dat kon helaas niet doorgaan. Maar ja, een volgende keer beter. En ik ben thuis gekomen met de taxi. En ik heb toen de vlag op half stok gehangen. Ik zat eerst de televisie zacht te zetten, want die komt boven mij uit, zowat. Ja. Zo. En nu wil er een naar buiten. Die doen we ook even naar buiten. Hé? Ja, doe maar. Nou, de vlag, ja, hij had nog wat hoger gekund, zag ik later pas. Maar hij hangt in ieder geval half een stok. Hij had nog wat hoger gekund. Maar ja, komt de volgende keer wel weer hoor, als die weer half moet. En ja, komt allemaal goed. Komt allemaal goed. Nou ja, dan vanavond om 8 uur. 2 minuten stil. Ja. Hé, wat jouw hondje lief. Hé, Frodotje lief. Hé, Frodotje lief. Ja nou, Frodotje lief. Mooi, krijg een koetje. Oh, ja, dank je. Je krijgt zo wat lekkers van vrouwtje. Hé, ja. Mooi, goedje. Nou. Zo, dat, ja, en de computer aan en even aan het werk op de computer. Ik moet nog even een foto maken van 2 dingen en dat moet naar Meri opsturen. Maar dat komt ook allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. En ja, heb respect om 8 uur. En wees stil. Ik zou zeggen, tot na die tijd. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, een hele, hele goede middag. Ja, het is bijna 12 uur. Het is vandaag zondag en het is 5 mei. Het is bevrijdingsdag. Ik heb de vlag uitgehangen. Helemaal nou in top. Maar ja, de zon die staat erachter, dus dat laat ik jullie niet zien. Maar jullie geloven me hopelijk wel. En Frodo is ook net met mij samen buiten geweest. Dus die mag zijn kap weer even af. Zo, hè, kerel. Ja, de vlag hangt helemaal weer in top. In volle glorie te wapperen. In de strakke wind, want het staat beste wind. Daar in de straat achter me, oftewel eigenlijk voor me, het is achter mij, hangt ook een vlag erin, Pladegins. Dus ja, ik heb altijd geleerd, op zon- en feestdagen mag men niet vlaggen. Dan wordt gevlagd, ik denk, nou doe ik het ook. Ja, ik denk, nou wel wat later dan normaal en ergens anders hangt ook nog een vlag te wapperen bij een balkon. Kijk, ik ga het mijn raam vandaan niet zien. Nou, dan hebben we Kandalfie. En dan hebben we Eeuwen. Hé? Ja, ook een goede zondag, hè? Ook een goede zondag, ja. We krijgen vanmiddag visite. Ik moet de dieren nog even eten geven. Mezelf en een bakje koffie. En dan ga ik daarmee aan de gang. Want het moet opgeruimd worden. Simpel. Eventjes poetsen. Ja, 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 ja. Dus het schortje gaat even om. En ja, computer even aan, want ik moet ook nog renderen. Komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei, doei.
Ja, lieve vriend, ik ben er weer eventjes. Ik heb lekker druk aan het werk geweest. Ik heb gegeten, ik heb koffie gedronken. Ik heb alweer een bakje koffie voor me staan. Vrode medicijntjes gegeven, want dat moet die ook hebben. Het gaat momenteel aardig goed. Enkel wat ik niet mag doen van hem, dat is een staart insmeren met een speciale zalf. Hij laat het me niet doen. Nee, dat doet hem te veel pijn. Maar in ieder geval, wat mij wel is gelukt, dat is, ja. Het was alles schoon, ja. Die plant die gaat naar buiten toe, die amaryllis. Maar vandaag nog niet, daar heb ik gisteren even buiten gestaan. Maar het is een roetje koud, dus ja. En we zijn vetplantjes aan het kweken, ja. Van deze dingen, daar staat er ook één. Die was toen destijds van Karen en Roderick gekregen. Nou, en daar is die van, deze. En daar is deze van. En daar is deze van. Dus, totaal vier plantjes uit één plant die ik toen van Karen en Roderick heb gehad. Dus ja, wat wil je nog meer? De prijs van één, en je hebt er vier. Ja, dus dankjewel Karen en Roderick. Ik weet wat ik er allemaal mee moet. Joost mag het weten. Nou ja, als ze wat mooier zijn, dan geef ik ze sowieso ook weg. Ja. Dus dat komt allemaal wel goed. Het moet eerst even mooi worden. Nou, ze zeggen geniet er nog van. Ik krijg dus vanmiddag visite. Ze weet wel dat ik vlog, maar ze weet niet wat het is. Dus dat laat ik er allemaal even zien, hoe en wat. En dan is de vraag, wil ze erop, ja of nee? Dat weet ik dus niet, maar dat komt allemaal wel goed in. Als ze er niet op wil, nou ja, zo wat. Dan hebben we pech. Ja, dan vlog ik wel weer wanneer ze weer weg is. Ik zal nu zeggen, een hele fijne, liefdevolle en gezegende zondagmiddag. En ja, het is bevrijdingsdag, dus waar er feest is, wordt er natuurlijk gevierd. Hier is dat altijd in een helderder doodstil. Ja, niks aan, niks te doen. Tenminste, zover ik weet niet. Misschien is er ergens een rommelmarkt, maar in dit weer. Ja, de zon niet schijnt, maar we hebben ook af en toe regen en een hagelbui. En het waait heel erg hard en het is erg koud. Dus ik ga de deur dan ook daarvoor er niet uit. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet maar van alles. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik heb mijn schort alweer om. Ik ben laat dit keer. Ja, heel laat zelfs. Het is 7:50, zegt die klok. Wat zegt mijn horloge? 19:43, dus bijna 7:45. De diertjes hebben al wel eten gehad. Ik heb de vlag alweer binnengehaald voordat het misschien gaat regenen. En voordat het zonnetje ondergaat, moet hij wel binnen zijn. Hè? Ja, dat behoort zo. En vanmiddag wel een leuke middag gehad. En zoals ik al had gezegd, ze wist niet wat het was. Dus ik heb het allemaal even uitgelegd en een beetje gedaan met haar. Maar ik ben niet aan het vloggen verder toegekomen, nee. Maar dat komt wel eens een keer. Ik ga ook eens een keer naar haar toe. Neem ik gewoon de camera mee. Simpel zat. Maakt niet uit. Is leuk. Is gezellig. Ik ben met een filmpje bezig aan het uploaden naar YouTube toe. Dus ook dat komt nog goed. Dat is nog van de bloemendagen. Het laatste deel. En ik hoop dat jullie er met veel plezier naar zullen gaan kijken. En dat jullie er net zoveel van zullen genieten dan dat ik heb gedaan. Ja. Ik ben met mijn eten bezig. Ik dacht dat het zwarme vlees was donderdag. Want ik had het vrijdagochtend. Had ik het uit de vriezer gehaald. Om eigenlijk daar die silicone carne van te maken. Ja, is het bami. Dus ik heb nou een bami in de magnetron staan. Dat heb ik nog van Karin gekregen, van Roderick. Ja, dus lachen. Ik heb het hier verder in de pan. Dus we zullen kijken hoe die koken kan. Hé, hey, dat rijmt. Pan kan. Dus ja, ik weet het niet.
dat we zo'n beleven. En smaakt het niet, nou ja, dan heb ik pech, dan neem ik wel brood. Ja, top. Maar komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Wees lief voor elkaar, geniet van elkaar en met elkaar. En ja, verder is een liefdevolle avond gewenst. En voor later welterusten, lekker slapen, gezond weer op. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.